Waar bevindt u zich op dit moment? Ik zit heerlijk op het terras bij Niels. Heerlijke lunch gehad met mijn vriendinnen. Ja, fantastisch. Kan niet beter. En in het verleden ging u daar vaker naartoe? Jazeker. En dat kon dan de hele tijd niet? Nee, kon heel lang niet. Dus ik ben heel erg blij dat het vanaf vandaag wel weer kan. Het weer werkt mee, zit mee, heerlijk. Dus ik ben er heel blij mee. Ja. Je ziet er heel erg gelukkig uit vandaag. Ja, dat ben ik ook, ja. Want? Ja, het terras zijn we open, mogen eindelijk het doen. Ik heb echt al maanden op gewacht. Ja. Wat doet het met je dat je lekker op een terrasje kunt zitten en ook nog in de zon? Ja, het geeft gewoon een heel goed gevoel, alsof alles weer een beetje normaal wordt. Alles is zo lang zo gek en bizar en onzeker geweest. Je hebt eindelijk weer iets van normale terug. Kun je dat gevoel omschrijven? Gewoon heel blij. Het voelt als een normale, goede zomerse middag. Je wil alleen maar buiten zitten. Waar staat u nu? Ik sta nu in de rij voor Café Niels om lekker even op het terras te gaan zitten. Want we mogen vandaag weer voor het eerst. En wat doet dat met u? Ja, ik ben heel blij. Ik heb direct al gezegd tegen mijn vriendin die achter mij staat van wij gaan. Of het nou regent of niet, we gaan. Ja. En dan ga je zo meteen zitten. Dan kun je lekker om je heen kijken. En dan zie je de mensen weer om je heen. Ja, dat maakt mij heel gelukkig. U ziet er blij uit, klopt dat? Ja. Want? Ja, het kan weer. Het is lekker genieten op het terras. Heerlijk, heerlijk genieten. Heeft u er naar uitgekeken? Ja, vrijheid. Heel vrij. Want die was u natuurlijk heel lang kwijt. En wij met z'n allen natuurlijk. Ja, heel lang, ja. Ja, ja, en als je alleen bent, dan dan wil je toch, dan is het helemaal erg, vind ik. Je wilt toch af en toe een uitje hebben, hè? Ja. Meneer, wat vindt u ervan dat u sinds tijden weer op een terras kunt zitten? Geweldig. We hebben net een eindje gefietst. We komen uit Wierden. Ja. Dit is, voor het eerst dit jaar. Ja, het is gewoon leuk. Het is gezellig. Je ziet alle mensen weer vrolijk zijn. Heel fijn, want dan kunnen we ook weer kleren kopen en hoef je niet elke keer te bestellen. Niet alleen de terrassen zijn open, maar ook de winkels. Wat vindt u daarvan? Daar ben ik heel erg blij om. Ik heb 3 kinderen en om te gaan winkelen voor kleding, voor schoenen, dat is niet te doen op afspraak. Dus ik ben vanmorgen al met mijn zoon in de winkel geweest. We hebben al 3 broeken gescoord. Hoe zijn uw verwachtingen over het feit dat dit voorlopig nog wel blijft? Ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we buiten kunnen zitten. Op afstand, veilig, dat is veiliger dan illegaal ergens gaan zitten. En ja, dit is heerlijk. Daar ben ik heel blij om. Ja, gewoon het geeft al gewoon een heel goed gevoel. Ja. Denk je dat het zo blijft, dat de terrassen open blijven en de winkels? Ik hoop het heel erg. Ik weet het niet zeker. Wat zou de route in het eten kunnen gooien? Dat de stijging in de besmettingen opeens. Maar tegelijkertijd vind ik ook dat ze het hadden moeten zien aankomen. Dat kun je verwachten als je alles weer opgooit. Ja, kijk, ik heb gewerkt. Dus ik ben een half jaar geleden in de horeca. En toch een keer een tapbiertje in je mond kunnen zetten. Daar kan je bijna een traantje om laten. Dus ik ben hartstikke tevreden. Een keer op het terras zitten, lekker in de zon. En wat doet dat met je dat je sinds tijden weer op een terras kunt zitten? Ja, ik weet zelf niet eens. Verpand gevoel. Ik zit er nog net 10 minuten. Ik moet er even in laten zinken bijna. Niet alleen de terrassen, maar ook de winkels zijn open. Ook de winkels zijn open. Wat doet dat met u? Ja, daar ben ik heel blij mee. Sowieso dat de middenstand nu wat beter ook mensen weer binnen kan halen. Daar ben ik heel erg blij mee. Absoluut. Ja. En ik gun ze ook echt dat dit met dit mooie weer zeker, dat ze genoeg klandizie trekken om ook weer een klein beetje een laagje van financiën te kunnen opbouwen. Ja, ik vind het erg druk. Ze hebben grote rijen buiten en ik ga er niet achter staan. We zijn het eigenlijk niet meer zo gewend, hè? Nee, helemaal niet. Ja. Nee. Fijn, want dan kunnen we ook weer kleren kopen en hoef je niet elke keer te bestellen. Ja, mits het allemaal goed geregeld is, moet dat prima kunnen. Ja. Wat voor indruk heeft u tot nu toe? Dat iedereen zich prima aan de regeltjes houdt en over het algemeen dat alles eigenlijk heel goed georganiseerd is. Als ze in de terrassen voorlopig open blijven? Daar kan ik niks over zeggen. Dat is heel lastig. Maar ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop dat het goed blijft gaan. Wat zou eventueel roet in het eten kunnen gooien? Ja, coronacijfers, hè? Ja, dat wordt heel lastig dan.